Het is niet zo goed gegaan, want hij wil per se tegen de moeilijkste. Oh, oké, nee, maar dat is schaaktechnisch. We hebben het nu over communicatie. Hoe ging de onderlinge communicatie? Ging niet heel erg goed. Waarom niet? Horen we mensen die zitten. Hey, nu gaat het ook niet goed, die communicatie, want je praat om elkaar heen. Dan ben je niet ingelogd als guest. Maar toen had ik er niet mee rekening gehouden dat we niet in multiplayer speelden. En daardoor heb ik eigenlijk al eerder gepraat. Toen we checkmate stonden, hebben we ook nog gepraat. Dus ja, ik checkmate. Ja, hoe hebben jullie gecommuniceerd met elkaar? Nee, ik klep dicht. Je kunt het ook gewoon vertellen. Nee, ja? Dingen opschrijven en dan gingen we het lezen en we gingen echt niet praten, we hebben niks gezegd. Oh, dat is slim, zien jullie dat? Die jongens hebben dus gewoon gechat eigenlijk. We hebben gewoon Spotlight gebruikt. En daar heb je dan een tekst op geschreven ofzo? Zeg je? Heb je een tekst geschreven? Ja. Heel goed, heel slim. Dat kan dus ook, hè? Wij zijn heel slim. Oké, Nienke, Ingmar, wat hebben we? Nienke, Ingmar, ja, ik ben even... Bij ons ging het eigenlijk best wel goed, alleen het is eigenlijk best ook wel moeilijk om zonder te praten met elkaar te communiceren. Wij hadden ook gewoon geschreven, maar dan in een sidebalk. Ja, wij hadden... Oké. Okay. Nee. Dus jullie hebben lekker gecommuniceerd met elkaar. Oké. Je schreef alles op? Ja. En zo kon je toch met elkaar communiceren? Ja, het was eigenlijk, ging wel goed. Ja. Maar het was wel lastig om niet te praten. Ja. Knagen, sommige mensen kunnen het hun hele leven niet. Dat goed, ja. Alleen in het begin hadden we één keer... Guus zat dan... Waren wij hier aan het schrijven en begon Guus daar te zetten. En wij waren het hele tijd op het schrijven en toen... Ja, Guus is een man van actie, die wil schaken. En daar moest hij even overleggen. Jongen, stop met. Zetten. Ja. En toen stapte Guus dat wel? Hè? Toen stopte Guus. Toen stopte Guus. En hoe vond Guus het dan, om niet te mogen praten? Ik vond het wel heel vervelend. Ja? Gewoon wel praten. Dus ik heb wat gezegd. Dus ik zei zo... En toen zeiden hun dus ook wat, en toen gingen we allemaal iets zeggen. Want hun reageerden, en dat was een beetje onhandig. Toen hadden we toch goed kijken, Guus wel een keer opgekomen. Houd je mond. Als oudere zus moet je dat wel even in de gaten houden. Goed, want ik deed een paar zetten. Ja. Bijvoorbeeld, ik klikte op op de pion, bijvoorbeeld. Ja. En dan ging daar met de muis om mijn rondje omheen, zodat hij kon zien... Bijvoorbeeld naar welk veld ik ermee wil gaan en als hij daarmee akkoord ging dan zetten. Je gaf het, en hoe maakte hij dan duidelijk dat hij akkoord was? Nou, hij ging knikken. Ah, oké. Okay. En dat was heel handig. Had je nog een andere manier van communiceren? Ja. Hoe dan? Nou, eigenlijk een beetje de manier van... Ik weet niet hoe dat heet. Weet je hoor, ik het wel dan? Ja. Nou, we gingen ook wel vaak uitbeelden. Wij zaten het wel allemaal een beetje op te schrijven. Ja. En we zaten ook op het schermpje te tikken deze naar de hand. Jullie wezen het aan? Ja. Dus ja, wat is de conclusie? Je kan dingen verbeelden. Je kan dingen aanwijzen. Je kan opschrijven. Ja, dat kan je op papier doen. Maar ik heb ook wel kinderen gezien die gingen chatten met elkaar. Tekst is het gewoon. Ik heb het niet verboden, toch? Ik heb alleen gezegd dat je doof bent. Ja. Ik heb alleen maar gezegd dat je doof bent en stom. Dus je tong doet het niet, je oren niet. Nou, je mond. En de rest heb je jezelf je beperking opgelegd.